iedereen en welkom bij Opa Speelt een Spel. Ik ben Xander de Rijke. En ik ben Fokker van der Meulen. En vandaag de beste aflevering van allemaal. Waar iedereen op gewacht heeft. Ik vooral misschien. Jij vooral. We doen alle Jurassic Park spellen, of toch de betere. Alle. Er zijn er veel, er zijn er heel veel. Welke gaan we spelen en hoeveel dinosaurussen ga ik doodmaken? Wel, dat is een beetje het ding eraan natuurlijk. Dus de klassieker. Dat ik vroeger speelde, een van de eerste, gaan we ook spelen. Ja. En er zijn er heel veel gemaakt, zeker in de jaren 90, toen de film is uitgekomen. Ja. Ze zijn bijna allemaal wel een variabele van elkaar. Ik speel altijd een mens, heb nooit echt kogels, maar meestal verdoofde dinosaurussen. Ze zijn dinosaurusvriendelijk. Ja, ze zijn dinosaurusvriendelijk. Oké, okay, alright, prima. Maar persoonlijk, de betere van de jaren 90 en eigenlijk al een klein beetje de nullies, waren op de PlayStation en op de PlayStation 2. Oké. Okay. En een van mijn favorieten, en is eigenlijk best moeilijk. Echt eerlijk. En dit is, ja, maar het is niet ik die op voorhand zeg van, omdat ik het niet kan. Het is een beetje moeilijk, maar het is wel een van de weinige Jurassic Park spellen waar je zelf een dinosaurus speelt. Ah, oh, okay. Ja. Normaal speel je de mens van die opgegeten moet worden. Ja, je bent altijd een soort van Alan Grant-achtig figuur die zich bezighoudt. Maar er is een spel gemaakt van The Lost World voor de PlayStation 1. Van de tweede film. Van de tweede film. En dat is wel een van mijn favorieten. Ah. Is toch grappig? Jij bent dat. Is toch grappig? Hop. Zie je, dit is bijten. Oh, dit is hoesten. Nee, dit is hoesten. Wacht, wat gebeurt er dan? Ik bijt. Ah, je bent die aan het bijten? Ja, want is dat bloed? Die vallen mij aan, ja. Oké, dit zijn rozenblaadjes. Rozenblaadjes? Er komen rozenblaadjes uit. Weet je wat ook leuk is? En dat is misschien mijn favoriete Lost World 1997 videospelletje van allemaal. Ja. De muziek is gedaan door Michael Giacchino, die uiteindelijk de volledige Jurassic World trilogie gescoord heeft. Alright. Dat was een van zijn allereerste jobjes ooit. Dus dat heeft ook een score die beter is dan de gemiddelde. Dat is echt door een filmcomposer gescoord. En dat was een van de allereerste. Ik denk dat hij Medal of Honor, zo die oorlogsspelletjes had gedaan. En ik denk dat Steven Spielberg dat gehoord heeft en zei van, oh, wil je als midden Lost World spel ook doen? Want Lost World? Lost World. Ah ja, Lost World. Ja. En daarna heeft hij de Jurassic World films ook gedaan. Ja, maar daartussen zit natuurlijk Up en Incredibles en... Ja, maar ik bedoel niet John Williams. Al die Marvel-films. Ik ga direct dood zijn, hè. Nee. Had jij nu nee gezegd tegen een dinosaurus? Ik zeg soms nee tegen een dinosaurus. Ik wil het daar. Heeft wel een groet. Oh! Ah! Niet tegen de plant lopen. Ja hoor. Nee, ik wil nog eens. Oh ja, hallo, daar ben ik. Uiteindelijk was het grootste roofdier in de prehistorie de plant. Ja, en zoals al... Hey, niet wegrennen, ik pak je, ik maak je kapot. Oh, moet ik daar zijn? Ja. Moet ik naar rechts? Ja, dat kan ook. Ja, oh, niet te diep vallen, want dan kom je dood. Hij is teleurgesteld in het leven. Wat depressieve raptor. Wat is dit? En dan moet je die mensen doodmaken. Oh. Dat is toch wel een beetje grof. Je kunt er zo wat krabben, zie hem. Ik kijk ze maar rond, zeg maar. Heb ik het goed gedaan? Ja, right. Trots op zichzelf. Zie je, probeer zijn broek uit te trekken, wat gaat niet? Ja, waarom moet dat beest naak lopen? Dat is toch ook voor niemand leuk? Hé. Hey. Ik ben kwaad op die doos. Fuck you, doos! Wat heb jij al voor mij gedaan? Oh, kut. Ah ja, hier. Ik kijk zo wat kwaad op mogen. Wat is jouw favoriete dienst, trouwens? Dat hebben al 100 mensen gevraagd. Een kompie. Ik vind een kompie het leukst. Ja? Ja, ik vind een kompie echt het leukst. We hebben 99 leden. Je bent nu... Ja, dat is wel... En ik kan ook springen. Denk niet dat hij dat doet, dit. Alleen als hij echt heel gelukkig is. Als de T-Rex kon springen? Oh, jong. Oké. Okay. Dat is een T-Rex, hè. Die gaat er niet overheen, die gaat er gewoon doorheen. Dus de enige vijand is een stronk. Oh nee, daar komt er iets aan. Ja, wat gaat die doen? Hé, je bent al... Je leven is al half weg. Oei, je bent dood. Maar wat is er nu weer van een T-Rex? Nee, dat kan er... Dat is een hele oude, bejaarde, levensmoe T-Rex, dit. Ik kan ook niet echt ver genoeg springen om erover te geraken. Ik ga gewoon... Is struikelde precies wel. Ja, ik was aan het bijten terwijl ik aan het springen was. Ja, kijk, die er achter mij... Oké, ik ga ook niet heel ver geraken, want mijn leven is al... Ja!
Het is wel cool. Het is wel gaaf dat je met de dinosaurus kunt, spelen. En de movement van die beesten zijn ook gaaf. Ik bedoel, zeker die kopje die dan zo... Ja, het is wel goed gedaan. Ja. Ik heb wel het gevoel dat ze ietsje meer betrokken waren, de filmmensen, bij dit dan bij... Ja, dan bij E.T. bijvoorbeeld. Bij E.T. Niemand was betrokken bij E.T., denk ik. Nee, niemand. Oké, opa, dit is... de bron eigenlijk van alles. Hè. De bron van alles. Dit game. Adam en Eva van de games. Ja, eigenlijk wel. Maar nee, dit is het game dat we niet gespeeld hebben toen we mijn eerste games gespeeld hebben. Ah, ja. En dat is logischerwijs een Jurassic Park game natuurlijk. Maar dit is wel mijn allereerste Jurassic Park game. Okay. Dus ik koester er nostalgische gevoelens. De game waar je eigenlijk Alan Grant speelt, die sidescrollt en dinosaurussen niet vermoord, maar indooft. Indooft? Verdoofd, ja. Maar toevallig wel met een raketwerper en granaten. Het is goed dat ons, met dit soort spelletjes, dat ons inbeeldingsvermogen zo goed is dat wij zien dat een helikopter... Ja, dit is duidelijk een helikopter, maar daarnet ook. Ja. Start altijd met het autootje. Hij moet dinosaurussen neerschieten. Doodrijden. Nee. Oh. Dus jij zet dat... Ja? Hij moet schieten dan ze... Ja. Van hun auto afblijven. Hola! Mikken op het hoofd, hè. Dat doe ik, hoor. Hola, hier ben ik, hoor, jongens. Oh, het waait een beetje. Oké, springen. De muziek zit zo op, mijn trommelvlies gebrand. Oh, ik mag, ja. Dat, ja, niet in de tornado met je hoofd. Hey. Maar ging je nu knuffelen, hè? Wat dacht dat er nee, daar? Nee, ja, ik was te laat. Wat zijn dit eigenlijk voor springende... Wat zijn dit? Welke dinosaurussen zijn dit? Ja, dat was iets. Je hebt een pijn gedaan. Hij had vierkantjes aan zijn kont. Ja. Als hij met zijn staart omhoog staat, dan kun je zijn ales raken. Fuck! Oh, ik denk dat je hem kan had, hoor. Nee, ik ga niet meer opnieuw proberen. Nee. Ik word gefrustreerd. Ja. Zoals in de Jurassic Park films is het ook zo dat de dinosaurussen winnen aan het einde. Je kunt ze veel op de anus mikken als je wil. De dinosaurussen willen. Dus uiteindelijk spelen we de drie Jurassic Park games die ik het meest gespeeld heb. En dat ik ook het leukst vond. Ja. En dit is eigenlijk de voorloper van Jurassic World Evolution. Ja. Die games die ze nu gemaakt hebben, die parkbuilders. Ja. Natuurlijk zijn die wel mooier en ruimer en breder. Maar dit is wel heel lang de beste Jurassic Park game gebleven. Ah ja. Jurassic Park Operation Genesis is op PlayStation 2 en op PC uitgekomen. En natuurlijk, visueel ziet het er gedateerd uit, maar er hangt wel een sfeertje aan dat de Evolution nooit kunnen namaken heeft. Hier is de muziek. Ja, dat is wel gaaf, muziek. Nee, dat is gaaf. Pokémon. Het is keert voor fokken. Dus, foto's trekken. Een foto's trekken van dinosaurussen. Kan ik. Voel je nu een klein beetje emotioneel? Zo wel. Nee, ja, van de muziek. Kijk. Zie ik hier. Net zoals Spielberg, het zak voor hem. Voilà. Hier. Kan natuurlijk niet, want die rijden alleen maar elektrische sporen. Dus ik weet niet waar die los rijdt. Maar we zien. Ding is de hoorn. Geklaksoneer, ja. Dat zou kunnen daar iets te veel gebruik van maken. Oh. Ik begin te rijden. Hier zie ik al. Oh, dat zijn mijn favoriete stegosaurussen. Ik wil vriendelijk lachen. Klik. Zeker. Hopla, ik heb al 32. Babytjes, die doen het ook goed. Het zijn andere. Oh nee. Zeg, zijn jij een fotograaf van opleiding? Wat is dat hier? Ja, dat was een topfoto. Hier. Die zocht ik niet. Oh ja, hier, jou zocht ik. Jongens, ik ga even hier. En dan ga ik... wat ga je daar even doen? Weet ik niet. Oké, ik kom even uit. Dat de voeten. Hey, boykes! Hola. Ik ben er! Ik heb nog nooit een spelletje zo goed gedaan in mijn leven. Ik wil niks anders meer dan dit. We gaan nog 75 afleveringen met dit opnemen. Ik vind het leukste dat er is.
En moet ik nou treffen, of is nu weer iets anders? Ik denk dat je nu dinosaurus moet neerschieten. Nou, ja, ik ben meer van de vredelievende fototrekkerij, hoor. Ah, zo, ik snap het. Ja, ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je moet ergens naartoe vliegen. Ga ik hier naar binnen? Ga ik hier dan in? Hup. En moet ik nou landen? Nee, jij moet landen. Je moet neerschieten voor het vliegen van een helikopter. Oké. Okay. Moet ik jou neerschieten? Dan schiet ik jou toch neer? Hopla, zeker wel. Oh, oh, oh. Hou hem stil. Cap hem. Cap hem. Fuck you. En hier, jou ga ik ook. Hier. Nee. Die alle beesten neerschieten. Waarom niet? Alleen maar de carnivoren. Oh. Ik vind foto's trekken leuker. Ja. Ik vond dat je het redelijk goed gedaan had. De mensen in het park zijn dood. Ze zijn gefaald. Wie zegt dat? Ga je zaar rijden. Dat mag niet. Ik heb dinosaurus aan. Word je dan gedisqualificeerd? Ja. Ik krijg punt afgetrokken als dinosaurus aan. Is dat echt? Ja, ik ga toch geen haar rijden. Nou, dat is gewoon gemeen. 65 miljoen jaar in de baken en aangereden worden. Aangereden worden door Xander de Rijken. Ik denk dat die kleintjes kunnen aanrijden, per ongeluk. Nee, joh. Oh! Boink! Dat is een puntje minder voor Xander de Rijken. Is er echt een punt afgegaan? Ja, penalty 25. Hey. Ja. Ja, daar is die Allosaurus weer. Ik zou daar... Nee! Maar ga je hetzelfde doen? Ja, ik wil dat hij kijkt. Dat is een betere shot, toch? Hey! Ja, maar die gaat je weer aanvallen, hè? Dit is de beste foto van allemaal. Kijk, dat zat hij perfect op zijn MySpace-profiel. Ja, dat is zijn profielfoto. Ja? Profielfoto van Allosaurus. Dit is zo'n Tinder-foto dat zegt... Hey daar. Alokus. Hey, baby's. Alokus. Ik hou van lange wandelingen. En een steekje op zijn tijd. Ik hou niet van toeterende auto's. Afknappers. Afknapper, toeterende auto's. Kom op, we hebben mijn drie favoriete games van Jurassic Park gespeeld. Ja. Wat is uw recensie? Wat vond het leukst? Ik vond Sega-ding het minst leuk, want dat kan ik niet. Maar ik vind foto's trekken leuk, maar dat is maar een heel klein onderdeel van dit. Ja. Maar ik denk wel dat ik dat leuk vind om die park te maken. Maar het lopen als een dinosaurus en spelen als dinosaurus, dat vind ik wel echt gaaf. Ja. En van 65 miljoen jaar terug gaan we terug naar het heden, denk ik. Hè? Ja, want de PlayStation 2 is ongeveer van 65. Ja, het is belangrijk om een dinosaurus-game te spelen op een dinosaurus van een console. Ja, dat is echt zo. Ik was Xander de Rijken. Ik was Fokker van der Meulen. En dit was Opa speelt een spel. Tot de volgende keer.